Welkom bij de Achterkapel en wij zijn heel blij met het goede initiatief van Joram Albus om hier online concerten te laten klinken. De prachtige Achterkapel die zo stil is omdat er geen publiek kan komen, wordt op deze manier toch gevuld met mooie dingen. Daar gaan wij ons best altijd voor doen en wij gaan voor jullie een programma spelen met hoogtepunten uit de Franse literatuur voor fluit en piano. We beginnen met een tweetal stukken van André Caplet. Het eerste is Rêverie, een droom. En de tweede een kleine wals, Petite Wals. Thank you.
deze frivole Franse muziek van Caplet. Eigenlijk een heel andere sfeer dan zijn andere muziek, want hij is eigenlijk een nogal mysticus en heeft veel spiritueel getinte muziek geschreven. Gaan we naar Gabriel Fauré en we spelen van hem de Fantasie. Dat is een heel beroemd stuk voor fluitisten. Het begint heel rustig, het bestaat uit twee delen, een andantino en daarna een allegro. Thank you.
even een sprongetje in de tijd maken. We zaten tot nu toe rond de eeuwwisseling van de 19e eeuw naar de 20e eeuw. Het laatste stuk was uit 1897. Nu gaan we naar een werk uit 1924 van Albert Roussel. Dat bestaat uit 4 delen. Het heet Joueur de Flûte, oftewel fluitspelers. Het leuke is dat het gekoppeld is aan beroemde fluitisten, god of mens uit de literatuur of de mythologie. En dat is gekoppeld aan een beroemde fluitist uit zijn tijd. Zo heb je Pan, dat is het eerste stuk. Dat is god van, het woud en van de herders. Hij is half bok, half mens. En hij is gekoppeld aan Marcel Moïse. Dat is een van de grootste fluitpedagogen ooit. En een beroemd fluitist uit zijn tijd. Nou, Pan die stond natuurlijk bekend om zijn erotische avances richting de bosnimfen. Overigens zijn al deze fluitspelers nogal levenslustige types. Zo heb je als tweede fluitist Titier, gekoppeld aan de fluitist Gaston Blancard. En Titier was een herder uit een van de herdersgedichten van Vergilius. En terwijl zijn medeherder klaagt dat hij van zijn land verdreven is en niet meer weet waar hij het moet zoeken, is Titier heel vrolijk en fluit op zijn fluit en maakt zich nergens druk om. Derde fluitist die benoemd wordt is Krishna. Dat is natuurlijk een beroemde Indiase god, fluitspelende god, gekoppeld aan Louis Fleury. En Krishna was natuurlijk een spiritueel figuur, maar ook een vrouwenversierder. Hij belaagde altijd herderinnetjes, verstopte hun kleren bij het baden in de rivier. En dat is in India ook een begrip. Als je een vrouwenversierder bent, ben je een ware Krishna. Nou, Louis Fleury, weet ik niet of het een vrouwenversierder was, maar het was wel een ook zeer spiritueel fluitist. En hij heeft ook heel veel nieuwe muziek laten schrijven voor fluit. Dus daar zijn we hem heel erkentelijk voor. De laatste is Monsieur de la Paix Jolie. Een romanfiguur die het ook erg op vrouwen voorzien had. Maar het loopt slecht met hem af. Hij wordt verdacht van moord, komt op de galeien en verdrinkt bij een schipbreuk. Oh, en hij is gekoppeld aan Philippe Gobert. Thank you.
Zijn we alweer bij het laatste stuk aangekomen. Het is een werk van Jules Mouquet. Eigenlijk zijn enig overgebleven beroemde werk. Voor fluit en orkest of fluit en piano. Pan et les oiseaux. En daarvan spelen wij, of we spelen echt van la flûte, de pan, pan et les oiseaux. Dat is het tweede deel. En het is een soort toondicht op waarom o pan, eenzaam gezeten in de schaduw van deze bomen, tover jij toch zulke gevoelige klanken uit je fluit?
dit was het alweer. Ik hoop eigenlijk heel erg dat we elkaar binnenkort weer in levende lijven mogen zien. Want het publiek zien en voelen is toch wel veel leuker dan het niet zien en voelen. Ik hoop dat jullie genoten hebben en hopelijk tot gauw.